Mag ik een schaar? Oké, ik ben echt benieuwd. Maar ik weet dus niet welke kant ik hem moet openen. Oké, heel veel. Dit is sowieso niet alles. Als het wel alles is, ben ik heel erg teleurgesteld. Oh, ik weet al wat dit is. Oké, guys. Dit is een... Ik weet al wat het is. Het is een deel van. Maar misschien kunnen jullie hier door al een beetje raden wat ik heb besteld. Ik ga even kijken hoe en wat. Er komt zelfs zo'n ding bij. Oké. Dit is real business, no shame. Wow, oké. Ik heb één van dit. Ik denk niet dat er handleiding bij zit. Ja, Ripper zit geen handleiding bij. Oké. Het is nu 10 uur. En ik ga mijn piano in elkaar zetten. Ik ga denk ik een voice-over overheen doen. Want ik wil de Real Housewives of Amsterdam kijken. Dus bij deze geniet van hoe ik deze piano in elkaar zet. En dan leg ik het straks wel even uit. Maar dan in een voice-over. Oké, dus ik heb 2 dozen binnengekregen. Nou, de eerste doos, voor de mensen die het niet weten, is de piano. Nou, prima, zo ziet het er dus uit. Maar de tweede doos is heel erg belangrijk. En dat is dus waar ik nu een soort van mee ga klussen. Want ik ga natuurlijk de piano stand in elkaar zetten. Dus waar de piano op gaat. Er zijn verschillende onderdelen. En die haal ik dus allemaal uit de doos. Nou, omdat ik niet zo heel erg fantastisch ben met dingen in elkaar zetten, moet ik echt goed de gebruiksaanwijzing lezen. Snap er niet heel veel van. Maar ik dacht, ja, we gaan het toch proberen. Nou, eigenlijk wat ik doe is, pak de plank en 2 schroeven. En dat draai ik dus zeg maar aan het voetpedaal. En het was eigenlijk best wel makkelijk, dit onderdeel. En de andere kant ging daardoor ook echt best wel vlot, omdat ik het best wel gewoon snel zo goed in elkaar moest. Was niet heel erg lastig. Alleen ik moest er wel echt goed op letten dat de schroef niet scheef stond en zo. En niet scheef erin ging. Achteraf had ik dit beter met een boormachine kunnen doen. Maar ja, dat zijn choices. Nou, nu moest ik de plank er nog opzetten en hier had ik echt hulp bij nodig, dus dit is wel een werk voor 2 personen. Je kan het ook plat leggen eventueel, dan lukt het wel in je eentje. En dan had ik nog van die beschermknoppen om alles mooi af te werken en de piano zelf er nog op en dan is dit het eindresultaat. Dit is hem, dit is de piano. Dit zijn de pedalen en het is nu allemaal heel erg mooi en opgezet. Dus ik ga hem nu aandoen. FYI, ik kan nog geen piano spelen. Alleen dit kan ik. Dat is ongeveer meer dan dat kan ik niet. Oké, guys. Dat was hem. Oké, guys. De piano. Die staat. By the way, ik heb echt letterlijk een paar uur geslapen. Maar ik dacht, ik ga even piano spelen. Maar deze app is dus echt fantastisch, want just watch and learn hoe ik dit liedje echt ga verpesten. Yes. Dit is een stuk beter. Nou, ik ga dus piano spelen. Ik heb deze piano nu, laten we zeggen, 3 dagen of 3-4 dagen. En ja, dit is dag 4 van de piano spelen. For your alert, ik ben nog steeds even slecht, maar hè, you know. Musician openen. Ik wilde dus gisteravond, was ik dus bezig. En toen was er 1 gek nummer. Toen was ik zo van, nee, sorry. Oké, mijn tijd om te stoppen. Maar ja, hier gaan we. Restart. Oh ja. Hé,
één ster. En dat moet dus gewoon minimaal 2 zijn. Oké, laat me even recappen gewoon, want er gaat iets heel erg mis. Ik heb hier dus die piano, toch? Oké, en dit is... Het is C. Dit is F. C, D, E, F, G, A, B, C. Oké. Dus het gaat nu om E, G en C van de volgende akkoord. Dus dan is het dit. En we moeten switchen van dit naar nog iets, volgens mij. Ja, van... Dit naar dit, maar dat vergeet ik de hele tijd. Nee, die ga ik opnieuw doen, sorry. Het ging nu wel wat beter, maar ik wil hem gewoon opnieuw doen. Laat ik even... Yes! Yes, oké. Even kijken naar hoeveel sterren. Oh, oh my god, ik ga niet opnieuw. Let's review the notes they have in common. You can actually play all three without having to move your hand to a new position at all. Oh, daar ben ik heel slecht in. Girl. Oké, die pauzeknop werkt dus echt voor geen meter. Ik moest even... Ik moet zelf ook even meedoen, denk ik. Oké, dus dit was... E, C, E, C. I guess. Oké, continue. Let me show you some examples of changing between those chords. Ik snap er niks van. Oprecht niet. That scares me.